zou ik jullie even mee terug willen nemen naar 2013. Waar de koning in zijn troonrede zei: we moeten van een verzorgingsstaat. En nou kijken mensen me aan, vind ik heel grappig. Want die weten dat ik die moeilijke woorden normaal nooit gebruik. Naar een participatiesamenleving. En wat betekent dat nou? Een samenleving, en ik heb het moeten opzoeken. Een samenleving die waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Of actief bijdraagt aan hun eigen leven en hun leefomgeving. Dat is hier gelukt. 2014 was een tijd waarin we een leefbaarheidsonderzoek hebben gehad in Padbroek. En hieruit kwam naar voren dat het heel belangrijk was om het doehuis op te knappen en de omgeving van het doehuis. Die doehuistuin, dat was eerst alleen een mooi plaatje. Maar dat werd al gauw een idee die de ontwikkeling met zich meebracht voor een eet- en beleeftuin. Een plek om te ontmoeten. Een plek voor jong en oud. En om dit te realiseren hebben we ook heel veel medewerking gehad van de gemeente. Een omslag bij de gemeente heeft dat zeker teweeg gebracht. Want ze hebben ons de ruimte moeten geven. Ze hebben zich minder vastgehouden aan de regels. En ze hebben zich faciliterend opgesteld. Dat is hartstikke belangrijk, want anders kunnen we het gewoon niet. Om dit alles te realiseren hebben we natuurlijk ook veel vrijwilligers nodig. Mensen uit de wijk. Mensen van de wijkraad, mensen van het doehuis, maar vandaag de allerbelangrijkste, de mensen van de groengroep, onder leiding van Piet Kok. Aan deze mensen willen we een grote dankjewel uitspreken. Zonder hun en hun inzet was dit alles niet mogelijk. Verder wil ik mijn dank uitspreken aan een ieder die onze ideeën als waardevol zag en onze plannen waardeerde met een subsidie of met materialen. Hier wil ik even in het kort vermelden Stichting Doen, gemeente Kuik, Martin Graat, Daniel Teunissen voor de confetti en de snelheidsmeterspaarpot van de provincie. Dit zijn de mensen die geloofden in onze ideeën. Er zijn nog meer plannen om Padbroek nog leefbaarder te maken, zoals de zonnebus die in alle glorie klaar staat om bewonderd te worden. En binnenkort zullen we via de Wijkrant en de Weekbladen, Facebook en natuurlijk in de officiële ingebruiksname u op de hoogte houden van dit project. Ik hoop dat iedereen nog heel lang kan genieten van deze tuin en van dit mooie stukje Padbroek. En ik wil David vragen om het woord over te nemen. Als eerste wil ik mijn dank uitspreken voor de uitnodiging van de organisatie. Uiteraard Shirley in het bijzonder. En ja, wat is het mooi geworden, hè? Ooit gestart, lang geleden. Shirley noemde 2013. Ik heb in mijn aantekeningen zelf staan 2012. Met de start van de IDOP-gelden. En als je hier rondloopt, kijkt. Ja, daar kun je er eigenlijk niet omheen. Wat een verschil, hè? Wat een ontzettend groot verschil. Wat is het toch mooi geworden? Dat zal iedereen die hier aanwezig is, maar ook de mensen die er niet aanwezig zijn, met mij eens zijn. Dit is gedaan natuurlijk met inzet van de gemeente, maar veel belangrijker, met de inzet van de vele vrijwilligers die hebben geholpen. En zo mooi was het hier zeker niet. Ik ben in deze wijk geboren, ik denk een paar honderd meter hier vandaan. In het doehuis hier achter mij op de crash gezeten, zoals dat toen heette. Maar ik heb begrepen dat het inmiddels een peuterspeelzaal heet. En ik vergeet het steeds, want ik denk altijd bij het doehuis aan de crash. Maar in het verleden, ja, het zag er heel anders uit en er gebeurde weinig. Maar als je zo om je heen kijkt, dan is het wel duidelijk, dit is de parel van de Padbroek geworden. Het belangrijkste wat ik op dit moment nog wil zeggen is mijn waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die eraan hebben bijgedragen. Zonder jullie was het natuurlijk nooit zo mooi geworden. En iedereen hier die kan nu genieten van het resultaat. Ik heb begrepen dat we vanaf nu, dat we zo meteen een speciale struik gaan planten. Nou, dat gaan we dan maar doen, denk ik. Dank u wel. Nou, de schop gaat in de grond, hoop ik. Ja hoor. Ja. David.
Ja. Ik heb thuis geoefend, mensen. Hoop dat jullie zien. Kijk eens. Kijk. Dan wil ik jullie vragen om nog even mee te lopen naar het speeltuintje, want Lef heeft toch ook een belangrijke rol. Die zit al heel lang te wachten of die alsjeblieft op de knop mag drukken. Samen optellen, jongens. Ja. Lef, die, dat is best wel. Gaan we van 10 naar 0? Ja. Ja? 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, door! Ja! En ik wil iedereen uitnodigen voor een kopje koffie. Voor de kinderen is er Ranja en wat popcorn. Dus als jullie nog na willen praten, hartstikke gezellig.